Ondanks dat ik Fall Guys nog nooit heb gewonnen, dacht ik wel, volgens mij ben ik ziek pro in Fall Guys. Maar daar dachten jullie anders over. En dat denk ik zelf trouwens ook anders over. Is het dan niet het geval? Maar ik had best wel wat commenties zeiden dat ik niet al te best was. Bijvoorbeeld hier zei je Banaantje, die zei dit: jij bent zo slecht in Fall Guys, geen haat hoor. En hier nog een comment van Rick: sorry Joram, maar je bent hier gewoon te slecht voor. En nog een comment: noep. Oh, dat doet me zoveel pijn. Nee, maar deze comments zorgen er juist voor dat ik extra gemotiveerd ben om wel die win te halen. Ik heb van alles al geprobeerd, is niet gelukt, maar nu ga ik het wel halen. Ik ga die win vandaag pakken in Fall Guys. Hoop ik. Ja, ben ik helemaal niet zeker. Ik hoop dat ik hem ga halen in Fall Guys. Als ze zo stom zijn als ik het weer niet ga halen. En trouwens, ik zag ook comments hun. Waarom heb je dan een kroontje? Die kreeg je een keertje bij je rewards of zo. Daarvoor hoeft hij helemaal geen win te halen. Dus vandaar dat ik wel één kroontje heb. Maar ik wil een keer een kroontje verdienen door een echte win. En dat heb ik nog steeds niet. Maar hopelijk komt daar dus vandaag een verandering in. En als jullie trouwens zin hebben in deze video, smash dat duimpje omhoog. Zo door de 5000 likes kunnen halen. Zo mooi zijn als dat gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En op dat belletje te drukken, blijf je op de hoogte van al mijn Fall Guys, Brawl Stars en gewoon andere game video's. Maar ik zie jullie wel weer als het eerste potje gaat beginnen. En die moet ik, ja, ik moet eigenlijk alles doorkomen. Ik moet gewoon winnen. Dat boeit me niet wat er gebeurt. Ik moet gewoon winnen. Dan moet ik mijzelf nu wel eventjes gaan bewijzen. Yo, als ik nu echt gewoon de eerste ronde eruit lig, dat zou zo balen zijn. Deze heb ik nog. Ja, top. Deze kan ik ook nog hebben. Ja, nice. Tot nu toe gaat alles op rolletjes. Oké, dat ging iets minder op rolletjes. Dit gaat nog wel prima. Weet je, zolang ik het haal en zolang ik me kwalificeer, vind ik het prima. Voor de rest boeit het me eigenlijk helemaal niks. En volgens mij ga ik me makkelijk kwalificeren. Ik zal even via deze gaan. Ja, shit. Heel af en toe heb je trouwens ook dat die dingen eventjes omhoog blijven staan. Dan ben je wel echt de lul als dat gebeurt. Deze kunnen we hebben. Ja, top. Ah, dit ging uiteindelijk nog niet. Oké, we hebben me gekwalificeerd. Ja, ik heb me gekwalificeerd. Het ging niet super soepel, maar ik heb me wel gekwalificeerd en daar gaat het om. Oké, dit is niet een van mijn favoriete game modes. Sterker nog, ik vind dit eigenlijk helemaal niks. Ondanks dat ik me meestal wel kwalificeer. Maar het is gewoon zo irritant. Als je aan het begin voorop ligt, dan heb je mazzel. Als je aan het begin achterop ligt, heb je pech. Kijk, dat ding is nu ziek gruwelijk scheef. Oké, dit ging niet echt lekker. Kijk, nu krijg ik weer allemaal comments. Oh, je bent noob. Nou, wacht maar af. Ik ga me gewoon kwalificeren, hoor. Let maar op. Ik ga nu een comeback maken, jongen. Dat is ongekend. Weet je, ik ga via deze kant. Hij zal helemaal schuin gaan. Yes. Ja, let maar op. Ik ga mijn comeback maken. Yo. Deze jump ook gehaald. Kunnen we deze jump ook maken. Het gaat tot nu toe allemaal op rolletjes. Alleen het begin ging niet echt heel lekker. Maar daarna gaat het best wel vloeiend. En dat is wel chill. Welke zal ik pakken? Ik ga voor deze. Ja, deze was net wat beter. En dan kunnen we daarna deze pakken. Top. Top. Ja, oké, dit ging ook nog goed. Zij toch. Dikke comeback, joh. Kijk, en nu lig ik, nou, niet helemaal voorop. Maar wel redelijk voorop. En dat is eigenlijk al goed genoeg. Even deze maken. Ja, deze jump kan ik ook halen. Kijk dan. Easy. Nu moet ik hier nog wel eventjes omhoog. Top. Als jij daar... Ja, dan ga ik even via deze kant. Ja, kijk dan. Dan zijn we gewoon nog 60 geworden. Kijk, je kan wel prima comeback maken. Ook al begint het niet heel lekker. Uiteindelijk komt alles goed. Dan zitten we nu nog niet in de finale. Ik denk dat we nu nog één ronde hebben en dan de finale. Hoop ik wel dat ik die dan door ga komen. Maar we moeten altijd best wel lang wachten voordat iedereen hier klaar is. Volgende map. Oké, dit is eigenlijk wel een leuke map. Maar het is wel lastig. Ik ben best wel vaak hier afgegaan. Dus ik ben benieuwd hoe het nu gaat. Ja, ik moet die winnen halen. Om jullie het tegendeel te bewijzen dat ik op zich wel een beetje Fall Guys kan spelen. Oké, ik heb er meteen eentje aan het begin. Dat zegt nog niet heel veel. Ik ga wel hier naar beneden. Weet je, hieronder ben je nooit echt goed zichtbaar. Als je hier rondjes rent hieronder... Dan kan nooit iedereen je goed zien. Maar ja, dat doen natuurlijk meer. En dat is natuurlijk ook een tactiek voor veel. Oké, hier wegwezen. Als ik nu gewoon 1 minuut gewoon mijn staart vasthoud. Oh ja! Zieke jump! Dat is wel een lijpe jump. Oké, weg. Nee, klootzak. Zak, kloot. Kom hier. Dat is mijn staart. Hoppa! Nee! Kom op. Ik heb weer terug. Yo, staartje ruilen. Het werkte wel. Oké.
Eigenlijk wou ik daar in het midden staan. Woehoe! Nog 50 seconden. Dat is eigenlijk nog best wel lang om het dan nog 50 seconden vol te houden. Maar weet je wat? Ik ga gewoon aan de zijkant rondjes rennen. Met de hoop dat ik niet word gepakt. Ah, help. Help, 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 help. Oké, hier jump. Haha, ontweken. Oh, daar was ze. Die had geen staart. 27 seconden. Kom op, Joran. You got this. Gewoon rondjes rennen, rondjes rennen, rondjes rennen. Oh, daar is iemand anders. Ah, no. No, 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 no. No. Help, help, nee. Oh, joh, die had hem kunnen pakken, die had hem kunnen pakken. 6, 5, 4. Nee, nee. Son of a bitch. Ja, ik heb hem. Oh, oh joh. Oh, dit was echt drama. Oh, dit was misschien niet heel goed gespeeld. Maar ik ben door, hè. Ik ben door. Nice. Oh, dit was wel even billen knijpen. Dan hebben we denk ik nu de finale. En trouwens, Bouwzami kleding. Binnenkort, binnenkort. Komt er binnenkort aan. Ik vind het nice, ik vind het nice. Ik zag ook best wel wat positieve comments over de kleding. Dus dat vond ik mooi om te zien. Binnenkort, binnenkort. Maar wat wordt de finale? Oh, we hebben nog geen finale. Eén voordeel is wel. Stel, ik win nu dit. Dan hebben we echt de finale met vet weinig mensen erin. En dat is wel een voordeel. Ja, dat is een klein voordeel. Is het trouwens gelijk? Nee. Ofwel, volgens, had Gilde nou één iemand meer? Ik weet niet precies of Gilde nou één iemand meer had. Maakt in principe niet zo heel veel uit. Maar stel we hadden nu de finale. Dan hebben we in ieder geval weinig mensen in de finale. Dus dan is de kans groter dat we gaan winnen natuurlijk. Come on, nu even scoren. Come on. Nope, dat ging niet heel lekker. Waar is die andere bal? Die is daar achter en die gaat erin. Denk ik. Of ik kan wel eventjes helpen verdedigen. Kijken of dat dan gaat lukken. Ah, no! No, 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 no. Oké, die gaat erin. Oké, het staat trouwens al 1-1, zie ik nu. Dus dat scheelt weer iets. Ik moet wel iets beter leren richten. Oh, donders! Dat scheelde helemaal niks. Ik zag dat die bal er al bijna in vliegen. En die bal... Die gaat er ook al bijna in. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. En dat is oké. Okay. Dit wordt hem, dit wordt hem. We gaan naar de finale met echt weinig mensen. Dus dat is chill. Oké. Okay. Ik laat die eventjes liggen en dan ga ik voor de volgende bal. Oké, okay. Dat ging nog niet heel goed, maar dit wordt wel een goal. Dit kan niet anders dan dat het een goal wordt. Hoppa, 4-1. En ook al gaat hij erin, wat hij er niet doet, wat er niet gebeurt. Oké. Okay. Dan maakt het nog steeds niet heel veel uit. Want we staan er zo ver voor dat er helemaal niks meer boeit. Oeh, dat was al bijna nog een goal. Oké, come on, come on. Het is vooral mijn teammates die het erg goed doen. Ik heb dit nog bijna nooit gespeeld. Oh, daar is die andere bal. Dan gaan we hier wel eventjes heen. Boom. Yes. En dan kunnen we misschien nog meer goals gaan maken. Daar is nog een goal. Dan kunnen we hier alvast die bal gaan opwachten. Ja, donders, dat was bijna. Maar we staan 5-1 voor, dus er kan niks meer gebeuren. Easy game. En dan staan we in de finale. Dit gaat het worden. Ik voel het gewoon. Ik voel het gewoon. Dit gaat mijn win worden. Kijk, ik had gewoon even die druk van jullie nodig. Van, hé, je bent noob. Ja, dat had ik gewoon nodig. Oké, volgens mij hebben ze het al dik opgegeven, blauw. In ieder geval, dat idee heb ik. Yay, heb ik ook nog een keertje gescoord. 8-1. Wat? Dit slaat helemaal nergens op. Dit slaat helemaal nergens op. Ja, blauw die heeft het echt kats opgegeven. Nou, deze twee nog niet. Maar de rest wel. Oh, joh man. Dit is wel heel ernstig. Zouden we de 10 kunnen halen? Dan moeten we die twee ballen er nog heel snel in krijgen. Dan zou het misschien kunnen lukken. Kom op. Nope. We hebben in ieder geval de 9. Gaan we nog de 10 halen? Nou, net niet, net niet. 9-1, nog steeds dikke prima. Oké, met hoeveel zitten we dan in de finale? Volgens mij met 8, als ik het goed heb onthouden. Weet ik niet helemaal zeker. 1, 2, 3, 4. Nee, met minder. Met 7. We zitten met 7 in de finale. Oh, dat is echt weinig. Dat is echt weinig. Dus de kans is 1 op 7 dat ik ga winnen. Ik heb al veel te vaak in de finale gestaan. Maar deze moet ik dan even winnen. Ben benieuwd wat het gaat worden. Wat wordt de finale? Oh, Jump Showdown. Oeh, ik heb hier een keertje bijna gewonnen. Dat was de vorige video, maar toen had ik net niet gewonnen. Oeh, ik ben benieuwd of ik nu wel ga winnen. Ik ben benieuwd. Oké. Strijden tot het bittere einde. Strijden tot het bittere einde. Let's go, let's go, let's go. Oké. Je moet trouwens sowieso
aan de goede kant komen te staan. Oh, kijk. Even hierheen. Want je hebt altijd één kant die zo meteen langer weggaat. Ik kan trouwens hier even tussendoor. En dan, ja. Kijk, je hebt nu twee kanten. Je moet eigenlijk altijd aan de kant met de meeste. Maar als hier zo meteen nog één weggaat, dan zijn we waarschijnlijk de lul. Maar er gaat aan de andere kant één weg. Dus dan zijn we waarschijnlijk minder de lul. Kijk, waarschijnlijk die mula aan de andere kant, die zijn de lul. Er is er trouwens al eentje dood. Oeh. Oeh. Oké, dit is balen. Dit is balen. Ik denk dat ik het best naar die andere kan gaan. Oké. Ja, dat we naar... Ja, oh, daar gaat er nu ook nog eentje weg. Yo, man. Yo, yo, yo. Oh. Oh, donders. Oh, shit, shit, shit. No! No way! Iedereen was af. Iedereen was af. Ik was de ene laatste. Er was nog eentje die net eerder... Ja, die zat nog iets boven in de lucht. Maar die ging ook af. Iedereen ging dood. Ik was zo dichtbij. No! Yo, dit is echt frustrerend. Het begint echt frustrerend te worden. Stom spel. Ik wil gewoon een keertje winnen. Oké, nou ja, is niet anders. We hebben trouwens wel een nieuwe skin nu vrijgespeeld. Maar ik ga hem gewoon dragen. Misschien dat we met die nieuwe skin dan een win kunnen halen. Wow, yo, man. Oh. No, dat ik die in jump nog maakte naar dat andere platform. Maar ja, toen was het gewoon kansloos. Oh, yo, dit is echt heel erg frustrerend. We proberen het nog één keer en anders heb ik pech gehad. Maar ik was zo dichtbij. Ja, kijk, en nu is mijn concentratie weg. Zul je zien dat het nu allemaal niet meer gaat. De harde realiteit van Fall Guys. Oh, ik baal er gewoon oprecht van. En dat is eigenlijk het erge. Nou, gaan we weer open. Yes. Oh, man. Ja. Dit is gewoon heel frustrerend. Oké, nou, deze jump maken. En dan gaan we meteen door. Meteen door. Hoppa. Super jump. En er zit er best wel wat voor mij trouwens. Oh, donder. Die had ik moeten maken. Nu ben ik de lul. Nu ben ik denk ik de lul. Maar vaak haal ik deze jump wel in één keer. Moet even inhouden en dan hier nu vol gas. Ja, 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 ja. Dat scheelt helemaal niks. Net gekwalificeerd, net. Het boeit me ook niet meer. Als ik maar kwalificeer, als ik nu die finale maar een keertje win. Oké, dit vind ik wel een leuke game mode. Zo lang mogelijk overleven. Het ging de vorige keer dat ik dit deed, ging het eigenlijk heel goed. Toen was ik als laatst over van mijn team. En hopelijk gaat dat nu ook gebeuren. Oké, we gaan even hier zo heen. Loop ik even naar het midden, want anders word ik helemaal duizelig. Kijk, en dan kan je goed een beetje zien waar iedereen is. Dat is een teamgenoot. En er zijn hier wel nog... Oh, wat ga je me vastpakken, jongen? Ik ga jou vastpakken. Hier, teamgenoot, pak hem. Pak hem. Ik heb hem hier vast. Ik heb hem hier vast. Maar hij doet niks. Hij doet niks. We staan wel... Het staat nu gelijk. Het staat nu gelijk. We hebben nog steeds niks aan. Hier is verder... Al die gele, die zijn hier gewoon... Alleen maar teamgenoten hier zo... Die besmet zijn. Ja, dat is echt niet normaal. Hier, pak hem. Ik zal ze hier wel even pakken. Hier, pak hem. Hoppa. Ah, oh, no, man. En dan valt hij naar beneden. Hier zo. Ik duw hem eraf. Oké, ik duw mezelf eraf. Oké, we staan trouwens wel iets voor. Oh, shit. Dat was niet te bedoelen. Oké, dan ga ik nu die daar pakken. Die gele die daar zo staan. Daar is er eentje. Huh? Hoezo pak je hem niet? Oh, daar. Ik ga hem pakken. Kom maar, komt u maar toe, daddy. Hoezo pak ik hem niet? Dit slaat helemaal nergens op. Kijk dan. Is dit een glitch of zo? Wat? Wat is dit? Huh? Je moet toch gewoon iemand... Wat? Misschien is het ook mijn... Nou, weet je wat? Laat maar. Stop spel, ik ben er nu helemaal klaar mee. We proberen het andere keer wel weer. Blijkbaar heeft het niet geholpen. Blijkbaar niet. Oh, om te janken dit, jongen. Ik was zo dichtbij dat ene potje. Yo, man. Oké, maar dan was dit voor deze Fall Guys video. Volgende keer ga ik het wel halen.
Hoop ik dan, hè, hoop ik. Maar dan bedankt jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. Dan heb ik tenslotte nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soort gelijke video, dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren en dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bouwzaami. Let's go!